helemaal. Leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog van mij. Vandaag ga ik een dagje vloggen. Ik ben namelijk nu op stal en ik ga zo meteen Nervin longeren. En die staat daar. Ik ga hem namelijk longeren omdat hij erg druk is. Want we zijn namelijk gisteren teruggekomen van vakantie. En we hebben dus een hele week niks met hem gedaan. En als we nou meteen zouden gaan rijden met hem, dan is hij veel te druk. En dan gaat hij niet, dan let hij niet echt meer op het rijden. Maar dan is hij veel te druk met zichzelf bezig. En dan kan je gewoon niet echt fijn rijden. Dus wij hebben ervoor gekozen om vandaag te longeren. Ik ben namelijk gisteren teruggekomen van vakantie. En het was super leuk. We zijn naar Kroatië geweest. En daar komen ook nog overigens vlogs van op mijn kanaal. Dus hou dat zo goed in de gaten. Dus vandaag ben ik op stal. En even mijn telefoon pakken. Oh. En ik ga nu even naar de ponies toe. Want we moeten natuurlijk eerst al een paar dingetjes doen voordat we kunnen gaan rijden. Hier staan de ponies. Hi Sam. Ja. Zij vindt de camera echt heel erg mooi volgens mij. Hij heeft heel veel interesse in die camera. Nervin ook. Maar Nervin vindt alles interessant. Nerv? Hé Nerv? Ja. Ja. En niet de camera opeten. Niet de camera opeten. Ja. En hier staat Saar. Saartje. Kom maar. Kom maar hier. Saartje vindt de camera ook wel leuk volgens mij. En Maantje staat lekker binnen. Want die heeft heel veel last van de dazen. Dus hij staat lekker vaak daar. En volgens mij moet hij zo plassen. Want hij staat een beetje raar. Ik ga nu eventjes naar de stal. In de stal eventjes... stal uitmesten en daarna de wei doen, zoals je al kan zien. Ligt hier veel poep. Wij halen namelijk ook elke dag poep uit de wei. Dat doen wij om de wei schoon te houden. Dus dat moet natuurlijk ook wel weer gebeuren vandaag. En ja, nou als eerst gaan we even pap voor Manus maken. Want Manus krijgt van ons altijd pap. Hij is de laatste tijd heel erg mager geworden en daardoor hebben we dus een soort van slobber wat hij dus elke dag gaat krijgen. Wat hij krijgt en daardoor moet hij dus meer aansterken of eigenlijk in ieder geval wat dikker worden. Dus dat ga ik even maken en dat doen we in deze emmer. Oh wacht, het is al gemaakt blijkbaar. Pap en het is wel een beetje waterig en het ziet er een beetje vies uit, maar Maan vindt het best lekker. En nou, dit was dus onze spatel ervoor. Alleen deze was eerst nog heel. Alleen je raadt nooit wie hem gesloopt heeft. Dat is Nervin gedaan. Want ik gaf hem zo'n likje. Dus zo'n likje van de spatel aflikken. En eerst Senna. En Senna likte hem gewoon helemaal af. En toen ging ik Nervin een likje laten geven. Alleen Nervin kan natuurlijk weer niet fatsoenlijk eten. Dus hij hapt gewoon dat hele spatelding eraf. Hij heeft de spatel gelukkig niet helemaal niet opgegeten. Hij ligt gewoon in de stal. Toen hebben we hem weggegooid later. Maar Nervin heeft dat ding dus weer gesloopt. Mijn moeder heeft Nervin even gelongeerd, want zoals ze zag was hij best wel een beetje druk. Zoals ze zag dat hij best wel een beetje druk, dus hij ging echt helemaal bokken en zo. Maar dat is echt typisch Nervin. Als hij te veel energie heeft, gaat hij lekker bokken en dat vindt hij gewoon leuk. En ja, morgen ga ik rijden en dat ga ik als goed ook nog voor jullie filmen in deze vlog. Dus ik ga morgen lekker rijden en dan ben ik benieuwd hoe dat gaat. Dus dan ga ik met mijn GoPro op mijn cap ga ik rijden voor de eerste keer dan. Met mijn GoPro dan. En dan ga ik kijken hoe dat eruit ziet. En nu is mijn zusje bezig met Saar. Daar zo. Zij gaat Saartje even longeren. En dit is Maantje. Maantje is lekker van zijn pap aan het eten. Alleen zijn neus, jongen, die ziet er niet uit. Wat heb jij een vies neusje? Ja. Yeah.
Hij heeft zijn pappenhoor bijna op. Maar het is echt schattig hoe hij zit te eten. Hè, Maan? Morgen. Het is vandaag maandag. Gisteren was het trouwens zondag. Vandaag is het maandag. En ik ben net bij de paarden. Het is ongeveer 8:30. En wij hebben hier net ontbeten. We hebben net croissantjes en chocomelk gehaald. Hebben we hier bij de paarden ontbeten. Want we dachten, we laten gewoon vroeg gaan. Want het wordt heel erg snel warm. En er zijn heel veel dazen bij ons. Dus ja, dan is het ook niet heerlijk om dan te gaan rijden met die warmte en die dazen. En ik ben nu bezig met de stal aan het uitmesten. Hier zo. Het is de stal van Zilver en Saar. En ik moet zo meteen Manenstal nog eventjes doen. En Maantje even poetsen. Want Maantje wordt ook helemaal gek van de dazen. Hij staat even binnen. En dan ga ik hem zo even poetsen en insprayen. En dan kan hij weer lekker naar buiten. En Nerville en Senna staan ook gewoon buiten. Die zijn lekker gras aan het eten. En als ik hiermee klaar ben, ga ik Nerville poetsen. Dan ga ik hem eerst even nog een keer longeren. En daarna gaan we hem rijden. Want hij was op gisteren best wel druk. Maar eigenlijk, we hebben hem wel drukker meegemaakt. Dus het val viel op zich nog wel mee. Qua heel druk. Dus ik ga nu even verder met de stal uitmesten. Ga ik zo naar huis toe. En morgenochtend ga ik naar de paarden. En dan ga ik lekker rijden. En een video voor de Benny opnemen. En ja, dat ga ik eigenlijk nog doen.